Ik zie dus die vliegtuigen langskomen en ik wil zo graag weten wie ze zijn. Vandaar dat ik met een radiotje erbij dus kan weten wie het is. En dat is een, vind ik een... Amsterdam, Scenario 564, we're now coming up to maintaining level 330. Mooi, hè? Ik vind het... dat je dat hier kan horen, wat er dus op zo'n grote afstand gebeurt, hè? Vind ik zo mooi. Die gesprekken die ik dus kan horen, dat is juist zo mooi. Die kan ik van grote afstand horen. Ik kan gesprekken boven boven Denemarken horen. Ik kan dus een vliegtuig dus helemaal volgen over Nederland. Ik kan hem zelfs zien, hè? En dan kan ik hem tot boven Frankrijk volgen. En dat speelt ze allemaal in een uur of en twee kwartier af. Dus anderhalf uur, of een uur zelfs. Dat vind ik wel iets fantastisch. 1354 Fire Grey. Zie je het? Zie je het? Goed, hé, dan komt hij daarop. Mooi, hè? Ja, ik vind het heel mooi, hoor. Sorry, man. Landing 05. Estimating landing 05. Requesting the... Wat ik zo mooi vind, is dat dit gesprekken zijn waar geen onnodig woord wordt gezegd. En die correctheid waar de mensen mee praten. Ja, in Alpha 80, als geen van Flemmer. Oh, ja, de 5150. Het landschap heeft een zekere sfeer. Ja, wolken hebben een sfeer. En we vinden dat ongerept. En toch gaan daar kaarsrechte strepen doorheen met mensen. En dat vind ik zo fascinerend eigenlijk. Dat die twee werelden van het romantische, wat je op schilderij ook had, romantische landschappen, prachtige luchten. Dat je tegenwoordig daar zomaar messcherp, mathematisch scherp, dat die lijnen doorheen ziet lopen. En dat daar mensen voor die streep uitgaan. Misschien 400 tegelijk. Dat zie je niet. Wij zien die strepen. We zijn een vliegtuig. Maar ondertussen, wereld gaat er over je heen. Met de snelheid. Die gaat richting Ierland. Met een snelheid van bijna 1000 km per uur. En ze zitten misschien, als ze hier overkomen, mogen ze net hun riemen losmaken. Dan krijgen ze misschien een eerste kopje koffie. Peter Haak heeft één probleem. De afstand tot Schiphol. Hij hoort wel wat de vliegers tegen Schiphol zeggen, maar niet wat Schiphol antwoordt. Daar heeft hij iets op gevonden. Kees. Hallo Kees. Hallo, zeg, ik wil eens met jullie bij je gaan luisteren. Nou, dat kan, jongen. Ja, doe dat. Ik wou eigenlijk luisteren naar 129.3. Amsterdam Radar Noord. Heb je daar iets op staan? Ja, ik heb net een vliegtuig gehoord richting... Bremen. Ja. Ja, heb jij die ook gehoord? Ja. Oh, wat leuk. Ik heb nu een approach op staan. Goed, ga ik even naar het approach toe. Momentje, hoor. Ja. Waar woont Kees? Kees woont in Harderwijk. En die heeft een zeer bijzonder apparaat, of zeer bijzonder antenne, waardoor hij vanuit Harderwijk, Schiphol, alles kan krijgen. De ground en approach en dus alle gesprekken van de grond, zelfs de vliegtuig op de grond kan horen. Ik heb hem op approach staan. Ja, ik ook. Dan eens even kijken of daar wat is. Hoor. Ja, mooi. Dus 504, die gaan we nu volgen. Jongens. Ja, die kunnen we, die houden hem, Kees, want dat is heel mooi. Ja? Ja, die moeten we houden. Ik kan hem dus hier niet horen, hè? Dus. Dit is heel mooi. Die kunnen we volgen, hoor. Zoveel. Moet je wel even de tijd hebben. Kost je wel veel, trouwens, maar goed. Ja, kan ook niet. Naar Göteborg, hè? Naar Göteborg. Ja, enkel left departure. Wat is de goede Q&A's vandaag? 1-0 en dan? 1-7? Dan zou je zeggen dat de barometer weer stijgt. Kijk, die Q&A's, dat is de barometerstand. Dus die barometerstand die wisselt, hè? En als je die hoogtemeters daar niet op instelt, dan krijg je op een gegeven moment dat die hoogtemeters te hoog of te laag aanwijzen. Dat is wel natuurlijk niet zo leuk als je gaat landen en je bent er eigenlijk al, hè? Dan krijg je dus een... Dan krijg je namelijk een zogenaamde crash. Je lijkt wel een beetje pelleboer. Oh ja? Zeg, volg een 5-4-4 even. Waar zit die nou? Die is nou aan het opstijgen. Die mocht gelijk vertrekken. Ja, wat zegt Amsterdam nu? Ja? Bezem. Pampus Radio. 140. Gooi hem 504. Gooi hem, daar hebben we hem. Jij krijgt het gevoel dat je een beetje mee mag leven met die wereld wat er over je heen gaat. We hebben onze wereldje hier, onze kennissen, onze probleempjes. Ja, het is eigenlijk zo van, wat is nou allemaal vreselijk belangrijk? En met die vliegtuigen heb je het gevoel, dat gaat nou allemaal over ons heen.
Zeg, Kees, we gaan nu een einde maken. Zeg, hartstikke bedankt, hè. En, nou, we doen het weer een keer, hè. Zeg, geweldig bedankt, hoor. Hartstikke leuk. Daag. Ik vind het erg behagelijk om hier op de grond, zo, terwijl ik mijn aardappels aan het schillen ben. He, of ik zelfs, als ik in het bad zit, dan gaat het luidsprekertje weer om de hoek. En dan ga ik lekker in het bad, al luisterend, wil ik gewoon weten wat er gebeurt. En dat vind ik zo'n vermakelijke sfeer eigenlijk. He. Het is zelfs zo, ik luister zo intens soms, dat ik soms ook die termen gebruik. He, ik sta wel eens, ik sta wel op en dan zeg ik tegen mezelf, you are clear to start. En ik zeg echt vertellen dat ik soms zo vervuld ben, dan stap ik op mijn fiets. Ik probeer dus ook wel eens in mijn geest voor te stellen, hoe is vliegen als ik op mijn fiets zit. Zou ik ook hoog willen, maar het wordt altijd verknoeid doordat je dingen hoger dan jezelf ziet. Maar als ik daar zo langs ga, dan kijk ik zo richting het oosten. En dat is een hele grote stuk weigebied. En daar zie ik de horizon vaag. En dan kan je daar zeggen, ja, nou vlieg ik. En dan ga ik dus imaginair vlieg ik dan richting school. En dan kom ik in de buurt van school en dan land ik zelf weer zo. Dan zeg ik allemaal tegen mezelf, al met Engels. Belachelijk, hè? Als je namelijk elke dag iets zou gaan doen wat je erg zo graag zou willen, dan zou je niks meer aan vinden. Weet je dat ik daar heel bang voor was? Mijn allereerste vliegreis, die heb ik als verjaarscadeau aangeboden gekregen van mijn ouders. Voor mijn verjaardag mocht ik vliegen van Groningen naar Schiphol. Zal ik je vertellen dat ik dat eigenlijk in het begin helemaal niet wilde? Maar ik dacht, het zal misschien toch tegenvallen. Laat mij er nou naar dromen. Ik heb het gedaan en ik moet je zeggen, het is een gigantische ervaring voor mij geweest. Maar ik was wel behoorlijk benauwd. Later heb ik nog meer gevlogen. En van Japan zijn we toen met een groot straalvliegtuig, een DC-8, naar Bangkok gegaan. Het is voor mij mijn allermooiste reis geweest in de lucht. Ik was er. Het opstijgen, het meegevoerd worden door het vliegtuig. Ik weet nog dat ik tegen mijn collega zei van, toen stijg je stevig op, bulderend lawaai. Dan zei ik alleen maar, ging naar voren zo en zei, power!